Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Rick Torfs. Welkom. Dank u wel. Het is een groot genoegen hier te zijn op deze mooie plek met uh, boeken die onze wijsheid zullen vervangen wanneer wij ze niet blijken te hebben. Die hebben we soms misschien vast nodig. Ja, zou kunnen. Ja. <laughs> ik heb ze zelf zeker niet gelezen, ja. maar uh, de heren filosofen die hier uh, ja, vol wijsheid zitten wel. Dat is toch mooi dat die bestaan? Dat die zelf, bestaan, hè? Zelfs in dit huis. Uh. Ja, 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 ja. Dit is het huis van de denkers. Prachtig, hè? En de, uh, ja, ik ben ook maar nederig. Uh, Gast hier. Neder, nederigheid is altijd een goede strategie om uh, uiteindelijk uit te pakken met heel veel wijze. <laughs> Dank je Rick. Uh, Jij bent hoogleraar ja. in in kanoniek recht, kerkelijk recht, dus dat is het recht van de Rooms-Katholieke Kerk. En wat ik ook altijd heb gedaan, zijn de verhoudingen tussen recht en religie. Dus dat is eigenlijk uh, profaan recht. Dus ik ben zowel een normaal jurist, voor zover dat specie is op aarde aanwezig is, als iemand die ook een heel afzonderlijke opleiding in het Rooms-Katholieke kerkelijk recht heeft genoten. Weet je dat ik dat, toen ik me verdiepte in jou, ja. dat ik dat voor het eerst... Hoorde, dus het zal wel mijn, tekort van mij zijn. Ik wist helemaal niet dat dat een apart recht had. Ja, het is Bijkt eigenlijk. dat dan ook af van het gewone recht? Uh, wel, kijk, uh, als je dat historisch bekijkt, uh, was het kerkelijk recht zelfs de drager van al het juridische gedurende de middeleeuwen dus uh, we zaten dan in de tijd van de verbrokkeling uh, van Europa, het leenstelsel dat na het verdrag van Verdun in 843 langzaam tot ontwikkeling is gekomen en ja er was eigenlijk geen allesverbindend recht en dat werd dan na een tijd het kanoniek recht uh, gebaseerd voor een stuk op het Romeins recht dat samen met de gewoonte de rechtsorde van Europa in die tijd, in de middeleeuwen, later dan, hoogtepunt. Uh Onder meer in de 12e, 13e eeuw, dat dan dus eigenlijk de juridische sfeer in Europa bepaalde. Daarna is het minder machtig geworden, maar die geschiedenis verklaart waarom het rooms-katholieke kerkrecht nog altijd een aardige brok is en een, dat wij nog altijd een kerkelijk wetboek hebben. In tegenstelling tot de protestantse traditie, waar je het vaker met een kerkorde moet doen, dus men is wat minder ambitieus, maar probeert natuurlijk wel de aanstelling van predikanten en zo, dat soort dingen moet uiteraard geregeld worden. Maar staan die dan buiten het recht waar wij als burgers dan zeg maar ons moeten houden? Nee, dus uh, zelfs mensen in de kerk moeten zich aan het terecht houden, wat ze soms wel eens op hun mindere momenten vergeten. Uh, maar daarnaast uh, ja, is er ook de structuur van de kerk zelf, met uh, hoe parochies werken, hoe bischoppen worden aangesteld, het goederenbeheer, de sacramenten, de plichten en rechten van de christengelovigen. Dus het is ook wel een heel systeem, maar dat eigenlijk naast het gewone Systeem staat en dus nooit in de plaats komt. Het is niet de bedoeling om privileges te ontwikkelen voor mensen die rooms-katholiek zijn en zich dan zouden mogen vermijden in allerlei criminele activiteiten op een wijze die ook bestraft blijft. Zover gaat het niet. Nou, ik heb me dat altijd wel gevraagd, want de, de kerk heeft zich natuurlijk ook uh, ja, in allerlei. Um Zaken met seks met minderjarigen. En mm -hmm. volgens welk recht heb ik me altijd afgevraagd: worden zij daar dan gewogen? Buiten Wel, dat ze zich natuurlijk aan God moeten. Ja, maar, maar die interveneert zeer weinig. Ja, die uh, zegt niet zoveel. Uh, maar, maar eigenlijk uh, zit het zo dat. Wanneer er vandaag, dus in het verleden heeft de kerk zeker veel te vaak dingen in de doofpot gestopt, daar kan geen twijfel over bestaan. Maar het principe is vandaag dat wanneer iemand van seksueel misbruik wordt beschuldigd, dan wordt de, ja, de politie verwittigd, het gerecht ingeschakeld. Uh, en Elke kerkelijke procedure wordt opgeschort zolang het burgerlijke of het profane strafproces loopt. Uh, dan wordt uh, ja, de beklaagde al dan niet schuldig bevonden en daarna zijn er ook nog wel kerkelijke sancties. Bijvoorbeeld uh, suspensie of laicisering, wat bijvoorbeeld betekent dat een priester niet meer als priester mag functioneren, maar terugvalt op het niveau van de leek. Wat misschien niet zo verschrikkelijk is. Ik ben zelf altijd leek geweest en leidt daar niet op een nadrukkelijke wijze onder. Maar al die sancties komen erna. Dus eerst heb je dan het profane proces. Daarna zijn er ook nog consequenties in de kerk. Daarnaast ben jij een graag gezien gast op... TV? In België en in Nederland? Uh, ja, meer in België dan in Nederland. Maar in Nederland heb toch ik ook? toch al wel enkele dingen gedaan. Vroeger uh, de tafel van Thijs was ik geregeld. Uh, en ik word ook uh, af en toe uh, ja, de, door KRO of, uh, of NCRV voor bepaalde dingen gevraagd. Dat, dat gebeurt wel. Uh, ja, de wansmaak in Vlaanderen wordt door de Nederlanders <laughs> overgenomen. <laughs> maar goed, ik ben ook uh, nou ja, een... een ik, ik, ik volg je tweets en uh, um, ik hou van jouw wijsheid. Dus ik vind het heel leuk dat je hier aan, uh, aan tafel bent en dat we eens kunnen nadenken over ja. de tijdgeest. Jij hebt daar een boek over geschreven: ja. um, Tijdgeest en Perspectief op Mens en Tijd. Nou, wat ik daar heel leuk aan vind is, ik hou me ook een beetje met de tijdgeest bezig. Ik weet niet of jij weet wat ik doe naast dit, maar... Heb... Nog meer met lingerie bezig Met lingerie, hè? ja, precies. Dat, dat vind ik een, een zeer belangrijke maatschappelijke ja. bijdrage. Ja. Stel dat, dat het niet zou bestaan, dat ja. zou een heel ander perspectief op de wereld teweeg brengen. Ja. Nou, uh, zo'n heel proces van dat het bij mij het lichtje brandt totdat het in de winkel is, mm -hmm. twee jaar. mhm. Mm en uh, ik vind mezelf een designersmerk. En de designersmerk wil voorlopen op de tijd. Ja. Dus dat is wel leuk om een beetje zo onze gedachten naast elkaar neer te gaan zetten. Maar ik moet dus een, proberen een blik vooruit te werpen. Wat ja. zou het dan dus over twee jaar? Mooi. De tijdgeest zijn. Dus ik denk heel veel na over de tijdgeest. Mm -hmm. Misschien zou je bijna wel kunnen zeggen. Het heet Creative Director, een beetje chic. Maar soms denk ik ook wel als je zou maar ook. Iemand die zich bezighoudt met tijdgeest. Ja, mooi. Je en je helpt hem natuurlijk ook zelf vorm te geven. Want natuurlijk proberen toch ook mensen ja. de ware weg te tonen. Ja, je, en wat voor soort kleur, wat voor soort vormen, wat voor soort gedachten. En dan, omdat het een product is voor de vrouw, zitten we meer aan de ja. conservatieve kant? Zitten we meer aan de bevrijde kant? Zitten we aan de empowered kant? Hoe verhouden man-vrouw zich ten opzichte van ja. elkaar? Om dan een voorbeeld te noemen. Uh, ik had ingetuned, uh, ik had de collectie aan het maken in 2020 voor 2022. Ik kan hem al af. Mm -hmm. En toen gebeurde dus in maart 2020, nou ja, wat iedereen weet, wat er gebeurde. Covid. En ik keek opnieuw naar die collectie en toen dacht ik: dit gaat niet kloppen met de tijd, want er is hier nu een breuk in de tijd. Mm -hmm. Dus het kleurbeeld, de vormgeving, het gaat allemaal niet meer kloppen. Dus ik heb die collectie weggegooid. Mm -hmm. En ik ben opnieuw gaan ontwerpen. En nou, ik ben best dat ik een beetje toch aanhang van de vrouw is empowered. Een krachtig vrouwbeeld. Mm -hmm. En toen dacht ik, als ik deze lijn doortrek, dan gaat die vrouw een andere rol krijgen. Dus toen heb ik een BH ontworpen, of zet, of zeg maar. Ros met hartjes. Nou, dat mm -hmm. is tegen mijn vormgeving ja, in. Soft, een beetje soft. Een beetje soft. En... Ja, een zacht vrouwbeeld. En mijn team die had echt zoiets van... Are you kidding? Dus ik heb intern toen heel veel uh, protest gekregen. Dat is uiteindelijk in 2022 mijn best verkopende BH geworden. Maar dat, yeah. ik voelde, daar is een breuk in de tijd. En we gaan dus ons anders daarna voelen. Hoe zie je dat dan? Is dat dan een BH die... Trost, het verdriet helpt te stilpen na de coronatijd? Of een vrouw die helemaal anders wordt? Ik hoop dat de vrouw niet definitief zacht wordt. Nee, nee, nee. Het is, het is natuurlijk. Het is altijd heel veel intuïtie. Ja, dus ja. Het is, je kan niet altijd alles helemaal in woorden vangen. Ik begreep het zelf ook niet helemaal. Ik heb het daarna aan mijn fans ook gevraagd. Mm -hmm. uh, fans van de eerste uur die het ook allemaal kochten. En toen zei ik: Waarom kopen jullie dit? Want dit is best wel vreemd. Mm -hmm. uh, maar ik denk toch dat een samenleving, zeg maar. dat er ruimte is voor. emancipatie, voor nieuwe gedachten. Uh, in een opgaande economie. En ik dacht. de ruimte gaat heel klein worden: mm -hmm. uh, die gaat overgenomen worden door iets heel anders. dan uh, dat er ruimte is voor. ja. De emancipatie van de vrouw. Dus ja, ja. Die, die gaat. En de vrouw gaat toch een soort weer de verzachtende rol moeten pakken. om ja. proberen ons hieruit te krijgen uit deze verstarring. Mm -hmm. Het zijn woorden, maar intuïtie was denk ik sterker. Jij bent nee. beter in woorden, maar iets in die hoek. Maar ik kan het wel heel goed begrijpen. Dus in, in feite komt er op een gegeven moment toch een knik in de curve. Het lineaire denken gaat nooit helemaal door. Hoewel we altijd weer de neiging hebben om dat te vermoeden. Dus Precies dat. Als de beurskoersen stijgen bijvoorbeeld, beginnen mensen toch nieuwe aandelen te kopen, terwijl ze beter de andere weg zouden opgaan. Idem dito wanneer die koersen dalen. En er komt altijd wel een, een punt waarop het breekt. En ja, het is misschien belangrijk om dat punt uh, te zien op voorhand en juist in te schatten. En inderdaad, daar zit wel wat logica in na die barre coronatijden, waarin. Maar ja, dit was maart 20 hè? we wisten toen nog ja, niet hoe lang ja, het ging duren. Hoe lang het ging duren. En ja. Ja. Dus je moet maximaal je intuïtie inzetten. Maar ik vind het zo mooi dat jij probeert dus, wat is tijdgeest? Mm -hmm. Dat probeer jij toch ja. te vangen. En ik vind het ook mooi dat je het woord probeert ook op te splitsen. Wat is tijd, wat is en geest? Ja. Misschien kan je daar toch iets, iets ja. over vertellen. Ja, de tijd is op zich een, een heel raar concept, hè. Dus het, uh, die bestaat misschien niet echt, het is iets wat wij als mensen ervaren. Uh, en, en, en tegelijk heb je in die tijd, um, um, gaat er iets heel normatiefs van uit, vaak. Uh, uh, wat ik bijvoorbeeld een fantastische uitdrukking vind, uh, waarvan de leegheid nauwelijks kan worden overschat, is het begrip dit is niet meer van deze tijd alsof deze tijd allerlei ideeën heeft die onontkoombaar zijn voor de machteloze mens die gedoemd is in de schaduw ervan post te vatten en mee te gaan met wat gebeurt. Vind ik een heel interessant punt op zich. He, dus, uh, en er zijn heel veel mensen uh, ja, die, die enorm over over de tijd uh, in het verleden hebben nagedacht en, en dus in die zin natuurlijk ook uh, de tijd opentrekken door hem voor een stuk van de pure menselijke interpretatie te ontdoen. Dat vind ik een, een heel mooi punt. Um, we hebben ook als mensen, wat ik ook een fraaie gedachte vind, wij willen absoluut in een superspannende tijd leven. Wij kunnen niet buiten die gedachten. Stel dat wij zouden um, vrede nemen, uh, met de gedachte dat het uh, vroeger superspannend was. En nu een beetje saai. Uh, nu saai en later gebeurt er misschien ook weer wat. Dat kunnen we niet. We zijn chronocentristisch. We willen absoluut het gevoel hebben dat wij geweldige dingen meemaken. Onze ouders en grootouders ja, die hebben eigenlijk niks beleefd. Misschien een, een paar wereldoorlogen, de holocaust, maar niks belangrijks. Maar wij maken het elk moment helemaal ja. weer waar. En dat is iets heel geks. Uh, maar ook dat we het beter hebben. <coughs> ook dat. Ook financieel beter hebben. Wat niet altijd waar is. Hè? Want ik heb ook studenten die bijvoorbeeld zeggen: Kijk, uh, mijn grootvader werkte alleen, zijn vrouw werkte niet, hij kon een huis kopen. Mijn ouders werkten allebei, ze konden een huis kopen. Wij werken ook met twee en kunnen geen huis meer kopen. Je kunt het ook als, als iets neerwaarts zien. Nu, ik ben zelf wel een optimist, maar inderdaad, we willen wel de gedachte dat we al maar slimmer worden, verstandiger. Hè? Dat het beter met ons gaat op geestelijk vlak. En. Uh, dat is typisch voor, voor mensen zoals ik van mijn leeftijd, of, of mensen die nog ouder zijn voor zover zoiets uh, biologisch mogelijk is. En, uh, die denken vaak dat ze wijs zijn geworden. Wijsheid. Uh, Wijsheid komt met de tijd. Dat denken de mensen, ja. Dat denken mensen zoals ik, uh, maar misschien ten onrechte. Want wij zeggen dan makkelijk, ja, uh, we hebben het allemaal al gezien. We maken ons niet meer druk uh, over al die dingen. Uh, we laten het aan ons voorbijgaan. Maar soms is, denk ik dan, wat wij wijsheid noemen, een vorm van berusting. Uh, de gedachte, ja, uh, eigenlijk kunnen we het niet meer aan. Hebben we niet meer al dat enthousiasme uit onze jeugd om er nog uh, keihard tegenaan te gaan. En we sublimeren dat door. Ja, ons, onze mate van uitgeblust zijn wijsheid te noemen. Daar moeten we enorm mee opletten. Dus, uh... ja, je hebt ook een mooi voorbeeld over dat bij je gaf staan van Churchill. Ja. Misschien dat je dat nog even... Dat <kijkt> vond ik ook wel een mooi voorbeeld, illustratie van wat je net zegt. Ja, uh, Want alles wordt dan relatief. Ja, en dat is ook afschuwelijk. Dus ik denk dat je wel moet kunnen relativeren... maar dat betekent niet dat alles relatief wordt. Maar inderdaad, ik stond op een gegeven moment met... Uh, een collega, naar aanleiding van een bezoek aan Oxford was dat jaren geleden, stonden we aan het uh, graf van Churchill, die ja, ergens op een dorpskerkhof is begraven onder een typische uh, Engelse toren. En dat graf viel niet bijzonder op. En mijn collega zei toen: ja, kijk, hier ligt hij nu. De, man die bijna de, grote heel, man. De, de grote man die in de wereld een, een heel prominente stem was. Kijk eens, tot wat heeft het allemaal gediend? En ik heb toen gezegd, niet dat ik vaak goede dingen zeg, maar ik heb toen gezegd, als hij niks gedaan had, had hij ook hier gelegen. Dus in feite kun je zeggen, je gaat uiteindelijk dood. Maar dat gegeven mag niet leiden tot een soort verlamming waardoor je niks gaat doen. Trouwens, de collega die ertoe toen, zij is nu zelf ook overleden. Uh, maar hij werd niet begraven, toch verast, zodat het probleem zich bij hem nooit zal stellen. <laughs> Jij zei net, misschien bestaat de tijd niet. Hoe moeten we dat zien? Ja, de tijd is hoe dan ook een menselijke constructie. Uh, wij mensen kunnen niet denken buiten tijd en ruimte. Uh, en dat vind ik ook altijd. Uh, Typisch wanneer bijvoorbeeld over heel ultieme vragen wordt gesproken, zoals ja, eeuwig leven kunnen wij alleen maar zien vanuit de tijd. Uh, het, het begrip hiernamaals, ja, hier en na, dus dat is dan een andere plek dan hier. Dus wij zijn zo ongelooflijk begrensd in onze eigen manier van denken door de condition humaine, door de menselijke conditie, uh, dat we uiteindelijk ook in onze beschouwingen over wat ons overstijgt, met concepten verder moeten die we dagelijks gebruiken. en die ook in, in de wetenschap, bijvoorbeeld, als sleutel fungeren. Dus ook wetenschap gaat natuurlijk uit van tijd en ruimte. Maar we kunnen ons niet voorstellen dat dat niet alles is, bijvoorbeeld. Dus onze fantasie schiet op dat gebied vaak tekort. Nou, ik hou heel erg van mensen die het heelal bestuderen. Volgens mij heet dat astronomen, maar. Ja, het zijn geen astrologen. Nee, ja, dat dat was... zijn ook leuke mensen. Ja, zeker. Ja. Um, nou ja, en die zijn natuurlijk ook, die hebben het ook over, ja, je gaat terug in de tijd, mm -hmm. of je kijkt terug in de tijd, hoe dichter bij de Big Bang vertraagt de tijd. Op een andere planeet loopt de tijd anders, dus die mm -hmm. zijn ook heel erg daarmee bezig van ja, dat, die, ja. dat tijdverloop zo'n menselijk iets is. En en, er zijn natuurlijk ook mensen die geconfronteerd worden met de grens van het weten. Hè? Dus hoe, hoe groter het terrein is dat bestreken wordt, hoe meer duidelijk wordt dat daarachter misschien nog iets ligt. Ja. Dat is ook het vreemde. Hè? Dus, uh, je, je krijgt veel minder, uh, de, 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 laat maar zeggen, de hoogtevrees van het onbekende wanneer je met heel kleine dingen bezig bent. Bijvoorbeeld de inrichting van je bibliotheek of zo. Dan speelt dat minder. Um, ik heb altijd heel veel gehouden van mensen die die vragen stellen. En dat zijn ook men vaak mensen die um, zich meer bewust zijn van de grenzen van de wetenschap. en ook meer openstaan voor het andere. Um, een paar mensen die mij zo uh, indruk op mij hebben gemaakt: je had Georges Lemaitre, dat was een. Professor van Leuven, maar een frans die altijd heel erg tegen de splitsing van de universiteit was, vriend van Einstein. Um, de man van de Big Bang was hij eigenlijk. Is dat Le Maire of? Le Maître, Georges Le Maître. Le Maître. Ja. Ja, ja, ja. Die met Einstein daar dat conflict ook over had. Ja, maar niet zo... Ja, Einstein zei inderdaad op een gegeven moment... Uh, ...ja, jij denkt vanuit religie en dat was niet nee, zo. Nee, precies, dus die... Uh, dus ja. die, die, die man, uh, en dat moet je ook echt kunnen... ...je moet niet overal religie inzien. Je kunt Want over... hij, was hij kwam wel uit een religieuze school, ja. toch? Hij, ja, hij was priester. Ja. En hij zei, ja, er zijn twee wegen... Die naar de waarheid leiden. En ik heb besloten ze allebei te bewandelen. Ik vind dat heel mooi gezegd. En je kunt zeggen: aan de ene kant zijn dat twee verschillende dingen. De wetenschap en het religieus en het geloof. Aan de andere kant is de gelijkenis de weg. Het zijn allebei wegen om het te doen. Uh, waaruit ook blijkt dat het niet zo gemakkelijk bereikt wordt. Dat de weg wellicht nooit een einde loopt. Dat je uh, op een gegeven moment op plekken komt. Waar niemand ooit geweest is. Dus ik vond het een heel mooie manier om uh, deemoedig een aantal dingen te zeggen. Namelijk, er is een weg, maar niet meteen een eindpunt. En er is meer dan één weg om facetten van het al, whatever it may be, te bereiken. Ik vind dat een heel mooie uitspraak. Ja, ja maar het was natuurlijk wat Lemaitre inbracht op de relativiteitstheorie van Einstein, mm -hmm. op zijn eigen theorie van als je die logisch doordenkt ja. dan is er een Big Bang ja. en Einstein wilde daar niet aan want hij zei ja maar dan is het ja. dus een schepper ja, ja, ja dat ja. was zeg maar de de, de de bias zat bij Einstein hè? want bias, eh, ja, Einstein ja. kon zich eigenlijk niet inbeelden dat er iets zou zijn dat min of meer zou passen met een soort creationistische visie, hè? dus hij was eigenlijk bang en op dat eigenlijk geen Big Bang, maar eigenlijk was Einstein de angstaart in, in dit geval en hij vreesde iets wat te goed in het kraam van de meter zou passen terwijl de meter volledig open stond voor gelijk welke oplossing. Dus dat, dat is eigenlijk wel interessant. Dus dat, dat is een heel mooie... Ja. Ik, ik vind die, ja. deze twee, ik wist alleen niet dat je het zo uitsprak, maar, ja. um, maar ik, vind, ik, ik, ik vind dat hele mooie dialogen tussen die twee, hoe dat is gegaan. Ja, het voordeel is natuurlijk dat ze allebei razend verstandig waren. Ja. En, ja. en dat ze dus eigenlijk geen enkel belang hadden bij ja. zich, het zich ingraven of hakken in het zand zetten of zo. Ja. Typische kenmerken van mediocriteit. Zo gaat dat. Ja. Dan het, dus de tijd, mm -hmm. ook die twee hebben daar veel over nagedacht. Wat is nou tijd? Ja. Dat is natuurlijk ook zo mooi bij kwantummechanica. Ja, jij bent er ongeveer, ik ongeveer. Ja. Ik ben een beetje vooruit de tijd, ik ben er een beetje ja. achter de tijd en ik zit een beetje in de tijd. Mm -hmm. Ik zit ongeveer hier, dat is wat kwantummechanica ja. zegt. Dat is natuurlijk een hele mooie manier ook om... Ja, bescheiden te zijn ook naar ja, ja. wat zie ik nou of wat ben ik nou of waar zit ik nou? Ja, dat is ook een beetje een, een ongeschreven kritiek op uh, het volmaakte precieze beeld. Dat ja. in, in angstige tijden zoals de onze heel erg wordt nagestreefd. Wanneer mensen zich vrij voelen, uh, voelen ze zich tegelijk vrijgesteld van de verplichting om volmaakte mensen te zijn... Maar in angstige tijden van schuldgevoelens wordt deugdzaamheid zo gestimuleerd. dat zij helaas bij sommigen haast wordt bereikt. Wat een onmenselijke vorm van bestaan is. Hè. Dus ik weet niet of, of jij zelf veel volmaakte mensen kent in je leven. maar daar loop je hard van weg. Van ja, het is, het, het is natuurlijk toch dat we nu dus in een tijdgeest. we gaan zo meteen geest verder. Ja. Uh, maar. <tus> daarom vond ik het ook zo boeiend dat jij geprobeerd hebt dat te pakken te krijgen want wat gebeurt er nu in deze tijd geest dat dat we hem proberen zo rationeel te laten mm -hmm. landen ja ja de geest uh, moet eigenlijk in de fles blijven vandaag omdat hij natuurlijk bij een analyse van de samenleving een verstorende factor kan zijn wegens een zekere ongrijpbaarheid hè? En mensen willen graag in, in onze tijd pas klare antwoorden, oplossingen voor alles, ook gruwelijke oplossingen, onmogelijk. Hè? Dus een heel simpel voorbeeld is uh, het verkeer. Er zijn te veel verkeersslachtoffers. Ik ga dat niet ontkennen. Maar dan heb je soms een streefcijfer, we gaan voor nul verkeersslachtoffers, nul per jaar. Nu dat is enkel mogelijk wanneer mensen binnenblijven in hun huizen. En dan daar wel van de trap zullen vallen en overlijden, bijvoorbeeld. Maar het idee van nul verkeersslachtoffers is zelfs als streefcijfer, denk ik, heel fout. Want dan ga je ervan uit dat dat misschien idealitair mogelijk zou zijn, wat niet zo is. Uh, dus in feite uh, is het uitschakelen van alles wat niet grijpbaar is, een stuk van de hunkering naar volledige veiligheid van de mens, die dan uiteindelijk toch wordt gesproken door het overlijden, dat hoe dan ook intreedt. Dus daar zit iets heel benepends in. En <coughs> ja, het willen controleren, denk ik, is iets uh, heel erg. Je moet zoveel mogelijk proberen te weten, maar ook erkennen dat je niet alles kan weten en dat er misschien toch ergens een mysterie is wat je nooit. Op het spoor zal kunnen komen. En daar heb ik ook dat verhaal dat ik uh, van het gesprek dat ik had met uh, meneer Anglais, een Nobelprijswinnaar uh, van België, wat al heel eigenaardig is, maar goed, soms gebeurt het, een Frans dan wel. En die was ook bezig met het Higgs deeltje dat hij mee op het spoor is gekomen een geweldige ontdekking. Nou. Dat, was, dat was geweldig. En, en ja, hij werd overal gefeteerd. Ik kwam ook aan onze universiteit, toen ik een rector was, een, een, een lezing geven. En uh, ja, heel moeilijk te volgen. Ik was al moe ook s'avonds. Uh, uh, en, en daarna gingen we toch nog naar een restaurant, zoals het hoort. Het was al ja, ongeveer half tien wanneer we daar kwamen. Ik bevond mij tussen een aantal fysici... En mijn eigen vice-rector, een burgelijk ingenieur. En ik dacht bij mezelf, ik heb hier twee overlevingsstrategieën. Ofwel zit ik mijn tijd uit zonder nadenken? Ofwel begin ik onmiddellijk te provoceren. Ik koos dan maar voor het tweede. En begon met een simpele introductievraag aan meneer Angler. Ik heb hem dan gevraagd: uh, denkt u dat wij ooit de raadsels van het universum zullen ontsluieren? En hij zei nee. En mijn vice-rector, een ingenieur, ging daar meteen op in en, en, en zei: Ja, kom dat dan, omdat we ons dat niet kunnen voorstellen. Omdat uh, ja, de tijd en de ruimte zo ontzaglijk groot zijn: lichtjaren, miljoenen, zelfs miljarden lichtjaren. Lastig om te vatten. En Hangler zei: Nee, ik denk niet dat het dat is. Ik denk dat op een gegeven moment. Naarmate we meer kennis verzamelen, duidelijk zal worden dat er ergens iets niet klopt. Dat wat wij het universum noemen het resultaat is van een menselijke visie erop, met de kennis die we hebben. En die kan nog vergroten, er kunnen nieuwe theorieën komen, maar misschien komt er ook een einde aan onze kennis. En ik vond, allemaal, ik vond dat fantastisch. Uh, Mooi antwoord, hè? Ja, ik vond dat Dat is slim. niet de theorie of Everything. Nee, nee, maar ik zag ook bij sommigen een lichte verslagenheid in de blik van de aanwezigen. Ik vond dat fantastisch. Zo, de gedachte ook dat hij er nooit helemaal komt en dat er misschien ook onbekende stukken blijven. Die nooit zullen ontsluierd worden. Wat natuurlijk nooit mag betekenen dat we die inspanning niet verrichten. Nee, nee, maar Hawkins, natuurlijk, zijn laatste boek met. Hmm, vergeet ik heel even met wie, die is hier ook aan tafel geweest. Um, die heeft daar een boek over geschreven. Ook dat Hawkins ook zoiets heeft. Ja, we kunnen het eigenlijk alleen maar vanuit de mens ja. bekijken. Ja. Anders is het eigenlijk gewoon. Al sowieso niet kloppend. Ja, en dat is dus wel weinig. Hè? Als wij onszelf situeren in het universum, is uh, het percentage mensen en de sporen van onze aanwezigheid Heel klein. ook betrekkelijk klein. <laughs> ja. Maar dan komen we toch een beetje bij geest, de vader, de zoon, de geest, mm -hmm. of bij bewustzijn? Dus ja. Eerst bewustzijn. Ja, dat is natuurlijk uh, ook wel een concept waar je. Heel veel kanten mee uit kan. Panfilosofie, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hè? Ja, bewustzijn. Ja, we kunnen natuurlijk niet zonder bewustzijn zullen spreken over bewustzijn. Hè? Dus in die zin uh, zit de mens in elkaar op een manier die, ja, die hem zelf vragen zou moeten stellen. Maar dat deden ook de grote filosofen. Bijvoorbeeld, dingen zoals Descartes, Je pense donc je suis. Ja, dan ga je het over dat denken al. Iets schrijven dat het problematiseert bijvoorbeeld. Dat je zegt het is niet vanzelfsprekend. En door het denken bewijs ik mijn bestaan. Want ik zou niet bestaan als ik niet dacht. Ja, maar ik, vind, ik zou het nog veel simpeler. Hoe, hoe zie jij dat? Ik bedoel, als kind vroeg ik me dat al af. En ik heb nog steeds het antwoord niet. Hoe, hoe, ik, hoe ik wat zou zien? Nee, nee. Hoe, vanaf Hoeveel cellen moet je hebben dat je bewustzijn hebt? Zeg maar, hè? die zit in de buik bij je ja. moeder. Ja, dat is een goede vraag. Hè? Of is er eerst bewustzijn, word ik gemaakt vanuit bewustzijn, of is er een x aantal cellen en dan is er bewustzijn? Dus waar, waar manifesteert zich? Het lijkt me altijd moeilijk, waar ik me naar intuïtief, maar soms moet je contra-intuïtief redeneren. Is dat. ...bewustzijn het gevolg zou zijn van een getal... Dat vind ik een heel moeilijke zaak. Is het natuurlijk ook. Ja, maar als het het gevolg is, het gaat ermee gepaard... ...maar is het een logisch gevolg? Is het een causaliteit voor 100 Of is er iets dat voor een mix van de twee zorgt? Want ja, bewustzijn... ...wat is dat ook precies? Wat is dat, ja? Dus we, is dat een botsing van atomen? Ja, dat is de vraag. Dat, dat, dat zijn eigenlijk de meest, laten we zeggen... ...basic vragen... Kunnen we niet beantwoorden. Maar misschien zit daar dus dan ook wel. waardoor we dus nog zoveel niet snappen of zien. Want dit is toch behoorlijk. Deze, deze magie ja. begrijpen we dus helemaal nog niet. Nee, het is inderdaad zo dat we. Ik denk dat we uitgaan van een aantal werkhypothesen. Um, waarbij we. Sommige vragen niet beantwoorden, of er een hypothetisch antwoord op geven waarmee we verder kunnen. En, dat en, is zo heel, zo. Veel en heel veel weglaten. Dus het is vooral heel veel weglaten en dan voor dat deeltje gaat het op. Ja. Maar bewustzijn laten we sowieso al helemaal buiten alles. Ja, dat is zo. Wetenschap is bijvoorbeeld per definitie succesvol omdat ze heel veel weglaat. Dus in feite, we weten uh, veel omdat we akkoord gaan. Bij conventie om weinig te weten. Daar komt het op neer. Dus je schakelt veel uit. Als je zegt: uh, water is H2O, ja dan klopt dat als chemische formule en kan je daarmee verder in die discipline. Maar heel veel andere betekenissen, wat water kan zijn als symbool, om dorst te lessen, uh, als ritueel, uh, bij sacramenten. Ja, maar er komen toch ook zijn. steeds meer dat water ook bewustzijn heeft, of in ieder geval ja. een, een, een herinnering, of ik kan ja. het ook niet bevatten, maar het ja. blijkt zo te zijn. Ja, zoals met bomen. En planten zijn ook? er ook heel interessante discussies over. Hè, die wij natuurlijk... En wij zijn gemaakt van sterrenstof. Ja, 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 dus in, in die zin uh, weten we bijzonder weinig. Maar gaan we wel uit van een aantal hypothesen of van dingen die we tussen haakjes zetten, de meer complexe dingen zetten we tussen haakjes, om eenvoudiger dingen min of meer te kunnen begrijpen. Dat is... Wetenschap waarschijnlijk. En soms helpt het. Ik ben daar ook ik ben geen anti-wetenschapper. Nou ja, daarom we hebben we ook een auto's, dan kunnen we vliegen en ja, kunnen we bellen. Dus, er, dus het is ook heel werkbaar om ja. dingen te maken. Maar bijvoorbeeld, bij sommige disciplines zit je wel op de grens. Bijvoorbeeld geneeskunde. We zijn daar enorm in vooruit gegaan, toch in vele disciplines. Dus laten we zeggen, hart- en vaatziekten, kanker, neurologie blijft nog lastiger, hè? maar als het om Alzheimer of zo gaat, maar goed, komt wellicht ook. Ja, als hersens gaat, dan haken. Dan is het veel af, moeilijker, he? daar weten we ontzettend weinig Heel over in lang. verhouding. Maar goed, euh, zelfs als het gaat over die traditionele ziekte, die we veel beter onder de knie hebben dan een halve eeuw geleden bijvoorbeeld. Ja, een arts kan ook nooit een doodvonnis uitspreken. Hij kan nooit zeggen, u gaat binnen twee maanden en zes dagen sterven. Soms sterven mensen veel vroeger. En slot, langer. Slot, ja. slot, En daar speelt ook ja, de eigen levenskracht mee. Uh, een, een, een heel aantal uh, dingen, hoe je dingen oppikt. Dus bijvoorbeeld, mijn grootvader was uh, arts sinds 1900, dat is iemand van, echt van de 19e eeuw. En op een gegeven moment moest hij een, um, een paterkapucin gaan onderzoeken um, in Antwerpen in de weten het nu weer? Ja, Ossenmarkt. Ja. En uh, goed, hij bezoekt die pater en de overste, hij onderzoekt, zijn hart is heel slecht. En de overste vraagt uh, aan uh, mijn grootvader: Hoe is het met mijn medebroeder? En mijn grootvader zei: Heel slecht. Maar je kan nog heel lang leven als je hem uh, met rust laat en niet te veel chockerende dingen zegt. En die overste zei: Ja, maar ik ga hem zeggen dat hij op elk moment kan sterven. We gaan hem de laatste sacramenten toedienen. En ik weet dat hij in God gelooft en niet bang zal zijn. En hij diende hem de laatste sacramenten toe. En hij moest zich haasten om op tijd klaar te zijn. Want de pater ging dood. Omdat hij toch de dood veel meer vreesde dan algemeen werd gedacht. Dus dat is zo'n mengeling van het medische, het religieuze, het gevoel dat we hebben om andere mensen ten diepste te kennen, wat nooit lukt. En vaak heb ik dat altijd ook onthouden als um, ja, een, een voorbeeld van hoe je naar heel veel dingen holistisch moet kijken. En ook dan nog veel mist, omdat wij als mensen veel niet kunnen zien. Nee, ik, ik moet gelijk denken, 1900 hadden we Keizersnee nog niet uitgevonden. Nee. Ik had het niet overleefd en mijn dochter ook niet. Nee, nee, nee. nee. Ja, dus daar is het dan heel concreet. Ik <coughs> leef dankzij die uitvinding. Ik denk, denk ook dat iedere is dag aan. En daar mogen we heel blij om zijn. Ja, dus, dus het is... Daar mogen we inderdaad heel blij om zijn. Hè? Maar ook toch... Dus we hebben dingen doorgrond. Ja. Maar toch ook een soort bescheidenheid wat we nog niet hebben doorgrond. Ja, en ook waar ik dan weer niet in geloof. Ik geloof dus in technologische vooruitgang, medische. Maar dat de mens elke dag bezig is om beter te worden, daar geloof ik niks van. Ook niet om slechter te worden. Dat is duidelijk. Hè? Dus ik, ik heb ook geen... Heimwee, naar vroegere tijden, naar de marteltuigen uit de middeleeuwen. Uh, toen mensen werden gevierendeeld en zo. Ik pleit niet voor een terugkeer naar die romantische praktijken. Zoveel is duidelijk. Maar aan de andere kant uh, gaan wij niet werkelijk vooruit. Ik, ik vind niet dat wij minder wreed worden. Uh, dat blijkt bijvoorbeeld uit de oorlogen, die worden nu met dezelfde vreedheid gevoerd als in het verleden het geval was. En natuurlijk in het dagelijkse leven blijven wij mensen uitschakelen en zo meer, maar op een andere wijze. Dus als je het kan doen verbaal of via andere maatregelen of door iemand het bloed onder de nagels te pesten, dan moet je die natuurlijk geen bloed neuslaan. Dus ik denk dat ja, elke tijd is wat dat betreft wat anders. Maar je zou ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld, dat de, de kaderleden van multinationals. die op vijftig jaar met een package deal naar huis worden gestuurd. eigenlijk niet veel beter zijn dan de, dan de late en de horige uit de middeleeuwen. Het is alleen in een andere vorm, maar met eenzelfde vernedering voor de persoon. die als ondergeschikte aan de kant wordt geschoven. De, de urgentie om dit boek te schrijven. had jij ook iets van er is. Er is iets merkwaardigs aan de hand met de tijdgeest. Ja, wat mij altijd enorm verwondert is de vanzelfsprekendheid waarmee wat vandaag gebeurt bijna normatieve kracht krijgt. En hoe dat opschuift zonder veel, uh, veel boe of ba. Dus een van de punten die ik ook in mijn boek aanhaal is het belang van het taboe. Dus als je wilt weten hoe de tijdgeest is, probeer dan na te gaan. Uh, waarover je eigenlijk niet kan praten. En nog een stap verder, waarvan je misschien zelfs geen gedachte in je geest durft toe te laten. Dat 1984. Is maar, een well, ja. maar ik vind dat een fantastisch iets om over na te denken. Ja, 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 zeker. Ik durf dit niet eens te denken, laat staan uit te spreken. En ja, in die zin, taboes zullen er altijd zijn, maar ze verschuiven. Zoals bijvoorbeeld incest, hè, noem jij. <coughs> Wel, incest is natuurlijk een. Taboe, maar het, ja, je kunt zeggen, Antigone en zo verder. Euh, 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 zou, enfin, dat ging daar nu niet euh, precies over incest, maar wel ging over het begraven. Sorry, ik was even op een fout spoor. En mensen moeten begraven worden, vond ik ook een fantastisch iets. Hè. Moest bij Antigone in de Griekse literatuur bij Sophocles. Maar vandaag zijn er toch weer mensen die dan pleiten voor een humusatie, humusatie hè, waarbij men euh, lichamen open en bloot buiten laat liggen. Vind ik interessant hoe. Zo'n gebruik dan toch uh, uh, in de problemen komt. Incest is inderdaad ook een interessant issue. Uh, wordt vandaag ook uh, veroordeeld, terecht, uh, maar er wordt weinig aan gedaan. Dus het is de vorm van seksueel misbruik waar toch nog een taboesfeer over is, als je dat met andere vormen vergelijkt. Hè. In Amerika wordt gezegd dat één op de negen meisjes dat hebben meegemaakt tijdens hun jeugd. Als dat waar is, is het enorm. Dus dat komt nog maar weinig van buiten in verhouding. Maar andere taboes zijn voor mij bijvoorbeeld uh, geestelijke gezondheid. Uh, het valt mij altijd op als ik uh, een tweet maak, bijvoorbeeld, waarin ik probeer te zeggen dat er een verschil bestaat tussen een ernstige depressie en een dipje. Bijvoorbeeld een korte ruzie aan de ontbijttafel op zondag. Als je dat probeert wat uit elkaar te trekken. Is de eerste reactie vaak. Weet u wel hoeveel zelfdodingen er zijn. Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk wel waar. Maar betekent dan dat we dat onderscheid tussen verschillende vormen van mentaal lijden niet meer mogen maken, bijvoorbeeld? Ik vind dat is een heel raar iets. Um, ook een, een verband. En is dat een soort verabsolutie? absoluut. Hoe zeg ik het woord nu goed? Dus Ongeveer, absoluut ja. maken. Dus dat, dat jij probeert een nuance in te brengen ja. en het moet, een, het moet iets absoluut hebben. Ja, en, en voilà, dus dat heb je dikwijls. Dus zoals je bijvoorbeeld ook over seksueel misbruik, ook supergevaarlijk, als je zegt, ja, er bestaat een verschil tussen het jarenlang verkrachten van een kind, zoals Monseigneur van een Belgische bischop dat heeft gedaan, en een eenmalige uitschuiver, die wel illegaal is, met een minderjarige van 17 jaar. Die ik ook niet goed keur. Maar als je zegt, daar bestaat een verschil tussen, krijg je te horen, a, ah, u keurt seksueel misbruik goed. Eh? En is dat dan bijvoorbeeld zo'n voorbeeld wat je noemt, hè, om dan de tijdgeest, ja. zo van 30 jaar geleden dachten we daar zo over, 60 ja. jaar geleden zo. En dat je op die manier zo die tijdgeest wel kan voelen van, hoe gaan we met die taboes nu om? Ja. Ja, dat denk ik wel. En je voelt de tijdgeest aan de verkramping en aan de weigering om te nuanceren, zoals je dat bijvoorbeeld in de katholieke wereld had over seksualiteit tot ergens in de jaren zestig. Mensen moesten zoveel mogelijk kinderen krijgen. Wat je er achteraf moest mee beginnen was minder duidelijk, maar de procreatie was erg belangrijk. Is bij uh, mijn ouders nog gebeurd, daar kwam de pastoor langs. Uh, ja, hoewel hij toch normaal gezien geen ervaringsdeskundige ja. was, hè. Dus, uh, maar toch wist hij allemaal hoe het moest, ook met seksualiteit, het, uh, het was uh, verboden voor het huwelijk en... en en verplicht erna, maar dan was het weer veel minder prettig en zo mee. Maar dat waren allemaal heel rigide regels, waar eigenlijk elke afwijking ervan bijna als even ernstig werd beschouwd. En dat is typisch voor het taboe. Dat je er eigenlijk niet kan over praten, dat je meteen op verontwaardiging staat. En dat vind ik nu bijvoorbeeld bij het mogelijk in perspectief brengen van zowel seksueel misbruik als geestelijke gezondheid. Geestelijke gezondheid ligt zo delicaat vandaag. Bij, bij jonge mensen vaak van 20, 30 jaar die, die, die zich heel ongelukkig voelen en zo. En ja als je er iets op ziet. En ook denk ik, gender van man-vrouw. Dat is ook een onderwerp die heel gevoelig is. Dat is absoluut juist. Want gender vind ik ook een, 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 een heel interessant onderwerp, waar, waarbij de vraag is. Hoe ver kan je dat tot in het extreme doortrekken? Bijvoorbeeld, heel goed dat mensen van eenzelfde geslacht mogen huwen, hè, dat, uh, dat taboe is weggevallen. Oké okay, ook uh, wanneer er uh, transgen, transpersonen zijn, maar mag je dan toch de kanttekening plaatsen dat je best niet te vlug op een te jonge leeftijd van kinderen met onomkeerbare. Uh, maatregelen komt. Hè? Dat vind ik wel een terechte vraag, maar volgens sommigen niet. Dan, wanneer het gaat over het uh, non-binaire, bijvoorbeeld. Ja, goed, hoe ver reikt dat? Betekent dat dan dat je een puur nominalistische genderbepaling krijgt dat je bijvoorbeeld zegt ik ben een man, ik ben een vrouw of nog wat anders? Goed, voor mij mag je dat nog zeggen. De volgende stap dan, moeten anderen dat voor waar aanvaarden omdat je dat zegt? En altijd. En dat zijn toch vragen die allemaal met het onderwerp te maken hebben? Huh? ook spanning tussen het biologische en het nominalistische. Maar in de sport komt dat echt natuurlijk ja, tot uiting. Dat is heel juist, want daar is natuurlijk, en je kunt zeggen, misverkiezingen, dat is nog, nog makkelijk. En wat mij betreft zouden misverkiezingen eigenlijk moeten worden voorbouwen voor transpersonen alleen. Ik vind dat zo gek op zichzelf. Ja, maar ja, dat is juist natuurlijk. Dan accepteren we niet. De identiteit. Het gaat er ja. natuurlijk juist om. Ja. Ja, het ik... speelt zich allemaal af in ons domein, allemaal in het vrouwendomein. Ja, 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 ja dat is waar. Het is heel interessant, ook, ook waar mijn generatie min of meer voor gevochten heeft voor veiligheid, ja. he, in, in de omkleedkamers of en dat we onze eigen spelen hadden. Ja. Um, um, van ja. Binger... Die, die, die vond nog dat ze van ze moeten ook hun eigen klooster hebben. Is nu. Die mannen, ja, ze willen allemaal in onze wereld komen. Ja, een fantastisch stuk dat ik daarover gelezen heb in een, in een gewezen Vlaamse kwaliteitskrant die op dit ogenblik nog altijd verschijnt. Was een stuk over dus genderneutrale toiletten in het uitgaansleven. Dus in ook het wat ruigere uitgaansleven van de kleine uurtjes. In, 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 laten we zeggen, wat minder veilige buurten. En daar werd over gezegd. kijk. Uh, het is misschien een beetje minder veilig voor vrouwen dan vroeger, maar dat weegt helemaal niet op tegen de voordelen die eruit voortvloeien nadat je een paar boeken over dat onderwerp hebt gelezen. Ja, dat van mij is dit zeg maar komende vanuit weer mijn tijd geeft, ja. niet te vatten. Nee. Dus, dus hoe moeten we dit dan duiden om elkaar toch te begrijpen, zeg maar? Ik denk dat dat, en dat is ook een van de punten die ik in mijn boek beschrijf, beschrijf werkelijk de slinger is die van de ene kant naar de andere kant gaat, maar nooit in het midden stilhoudt. Uh, ik geloof dus niet in... Uh, de echte Hegeliaanse dialectiek, uh, these, uh, these, antithese, synthese. Ja, maar, niet iedereen. Ik bedoel, ik zit hier wel voor hele slimme boeken, maar misschien okay. toch even well, wat Hegel he? daar zegt. Oké. Okay, wat zou bijvoorbeeld these, antithese, synthese kunnen zijn? Uh, these, de kerk is heel erg tegen seksualiteit voor het huwelijk. Antithese. Uh, we gaan voor de volledige um, seksuele vrijheid. Ja, 60, one night, ja. Ja. En synthese zou kunnen zijn: kijk, mensen zijn vrij, maar proberen toch met respect voor anderen uh, een relatie aan te gaan. Dat zou zo'n typisch voorbeeld zijn: Deze antithese, synthese. Nu, ik denk dat we daar eigenlijk als mensen slecht toe in staat zijn: dat die synthese zelden wordt bereikt, dat de slinger van de ene kant naar de andere gaat en daarna gaat die terug naar de these, maar op een wat ja, opgesmukte manier, maar wezenlijk hetzelfde. En bijvoorbeeld, als het gaat over emancipatie van vrouwen, hè, uh, en, en, en ja, zou het kunnen dat een soort reactie wordt, dat uh, ja, er een pleidooi komen voor vrouwen aan de haard, zoals dat in Amerika op dit moment ook al gebeurt, helemaal terug naar vroeger. Maar wanneer het gaat over emancipatie, kan je natuurlijk zover gaan dat je bij het tegendeel uitkomt. Ik denk dat dat inderdaad mogelijk is. Er is een gedicht van Paul van Ostaijen um, um, dat hij net voor zijn dood schreef, waar hij het had over de stem van een oude man. En die stem klonk als een mes dat zo lang werd aangewet tot het staal dun werd. Dus op de duur blijft dat mes scherp, scherper, scherper. Tot het uit elkaar valt, omdat alle staal weg is. Vind ik een mooi beeld van hoe ver je met iets kunt gaan, altijd scherper en scherper, tot er niks meer overblijft. En als het over vrouwen en emancipatie gaat, kun je natuurlijk zo ver gaan dat je op de dure het tegendeel bereikt. Uh, een van de punten is inderdaad uh, die zaak met die toiletten, of, of met de sport, hè, dat je uiteindelijk ja, eigenlijk als. Vrouw biologisch geen kans meer maakt om Olympisch kampioen te worden. Maar je hebt dat uh, eigenlijk ook op andere punten. Op het moment dat je zegt: je kiest gewoon of je man of vrouw bent, puur nominalistisch. Dus dat het alleen. Dat beleving is. Ja, ja, ja of, of zelfs hoef je het te beleven. Je moet het alleen maar zeggen, want wat je beleeft, weet niemand. Hè? Of, of, ja, door kan... het uit te spreken. Ja, door het uit te spreken. Hè? Ja, als je dat natuurlijk zegt, uh, kun je ook niet meer over uh, genderevenwicht of zo spreken. Of kun je dat reconstrueren door jezelf al naar gelang het moment man of vrouw te noemen. Dus is het wel iets dat bepaalde vormen van echte emancipatie in de weg staat? Omdat het nominalisme in de plaats komt van het echte vrouw zijn. Maar ja, echte vrouw zijn is dan weer niet meer juist... vanuit een nominalistisch perspectief. Dus daar heb je de clash... waardoor iets wat verder en verder wordt ontwikkeld... uiteindelijk stuit op zijn absurditeit, denk ik. Ja, absurditeit en een soort iets absoluut. En mm -hmm. heel erg gedreven vanuit emotie. Ja, ja. Terwijl de ondertoon is dat wetenschap, ja. dat we op de schouders van wetenschap staan... het is een beetje gevoelsmatig nou, hoe ik dit zeg... Maar, maar dat we uiteindelijk heel erg handelen vanuit emotie. Ja. Hoe, of, hoe zie uh, jij dit? Ja, ik denk dat dat heel vaak zo is... en dat de uh, wetenschap wordt gebruikt... en soms ook misbruikt om emoties uh, te ondersteunen. Hè. Dus... Uh, ja, heel vaak wordt er gezegd, de wetenschap zegt. Nu, ik heb die nog nooit horen praten. Dus, de wetenschap is nogal monolithisch uitgedrukt. Maar heel vaak gaan mensen natuurlijk hun emoties proberen te baseren op iets wat dieper reikt dan het gevoel van het moment. En wat dan wetenschap is. Dat is denk ik zeker zo. Een ander punt is denk ik dat soms de emoties de wetenschap of het rationele helemaal vervangen. Dus dat is mij ook altijd de laatste tijd, tijdens debatten bijvoorbeeld, enorm opvalt. Dus wij zeggen wel dat we verlicht zijn, de verlichting, die we ook vaak niet genuanceerd benaderen, want ja, dat zijn verschillende denkers van verschillende tijden die elkaar ook tegenspraken. Dus bon. Maar heel vaak als je dus een echt debat hebt met argumenten en je dreigt het te verliezen, Plotseling merk je bij jezelf, als je eerlijk bent, dat je geen argumenten meer hebt, dan kun je nog altijd emoties inschakelen. Ik voel dat zo. Ja, ja. ja Toch dat ja? je dat zo zegt? Ja, en ik, je kunt dat ook visualiseren door een traan weg te pinken, lichte vibraties in de stem en zo verder. Hè? Dus natuurlijk, als je het alleen maar voelt, je moet ook laten zien dat je gevoelens hebt. Hè? Dus dat is ook typisch voor onze tijd. Maar dus... dat is zo. Kijk, even. Ik ben uit 1965, hè, en ja. wij hadden als vrouwen, de, vond ik, de, van, wij mochten meedoen. Ja. Maar wij moesten, of ja, wij moesten de tijdgeest ja. was mee stoer doen met de jongens. Ja. En nu meehalen met de meisjes. En nu is is dus de slinger helemaal de andere kant. Dus ik zit naar die generatie te kijken van. En ik bedoel, oké, okay, wij hadden onze flaws, hè, maar het was slikken en door. Ja. Niet te veel stilstaan bij al die kleine gevoeletjes. Gewoon man up voor ons als vrouwen. Ja. En dan kan je meedoen en dat is een geweldige opportunity, want je kan mee de tijd shapen. Ja. Ja. Hè, zo, 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 dat was de promise, de tijdgeest. En nu ligt die totaal anders. Nu is het, nu, nu is zeg maar slachtofferschap staat ja. op de troon. Ja, dat is absoluut zo. En bijvoorbeeld een, een beeld dat daar ook enorm in past, vind ik, is dat van. Ik, vind het, ik kan het bijna niet uitspreken, want ik, voel, ik vind het een vreselijk woord. De kwetsbare CEO of manager. Hè? Die is dan kwetsbaar. Ja, dit is mijn wereld, dus kom ja. maar door. Oké, okay, dat, dat is soms de opperste vrijheid wat mij betreft. Uh, en ik heb daar het verhaal geschetst van een, um, een rector van een universiteit. Die ik eh, gemaakt in Amerika situeer, die op een gegeven moment wordt geconfronteerd met een professor die eh, ja, grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond dat wel niet strafbaar is. Dus eh, iets wat eigenlijk ethisch niet kan, maar dat juridisch niet kan worden gevat in een of ander vergrijp. Maar dat komt in de kranten. En op zo'n moment natuurlijk gaat een universiteitsbestuurder kiezen voor de reputatie van zichzelf en de instelling en offert die professor op. Nu, die professor komt op een gegeven moment voor een gesprek in het bureau van de rector. En de rector zit daar aan een tafel, een mooie tafel zoals deze ongeveer, kijkt glazig voor zich uit, ziet er helemaal verslagen uit, um, kan nauwelijks zijn tranen bedwingen. En die zegt, die rector dan, dit is een van de ergste momenten van mijn leven, ik moet u ontslaan. Hij blijft zo voor zich uitkijken. En de professor staat in die zaal en weet niet goed wat hij moet doen. Moet hij de zaal verlaten omdat hij ontslagen is? Of moet hij de rector troosten die zichzelf in de slachtofferrol heeft gedrongen? En wat ik daar heel vreed aan vind. Is dat die rector door de kwetsbaren uit te hangen en zichzelf als slachtoffer te profileren? Aan de ontslagenen het enige ontneemt wat hij nog heeft, ja. namelijk zijn slachtofferschap. Dus in die zin, ultieme vreedheid, Kijk, wat mij betreft. Kijk, ik ben twintig jaar CEO geweest. Mm -hmm. En het, het, het is een soort onbesproken code. Als iemand moet ontslaan, die ligt al op de grond. Ja. Dus ben gentle. Ja. Dat is heel juist. En. Dat ontneem je dus. Maar we zitten in een tijdgeest dat het niet zo gezien wordt. We zitten in een soort hele rare ja. omdraaiing. Wat ik heel mooi vond, wat, je, wat jij ook zei... Van, als je de tijdgeest volgt... Ik kan het toch niet helemaal goed uh, reproduceren, merk ik. Maar als je de tijdgeest volgt, dan ben je ook een soort veilig. Mm -hmm. Hè, want dan uh, hoef jij zelf niet ja. na te denken... Want je bent een soort buurtvrij. Ja, dat is waar. Uh, dus maar als je... hoe, hoe, jij beschrijft zoveel mooier, dus nee. op jouw manier even... Wel, eigenlijk is het zo, wanneer je meegaat met de meerderheid en wat iedereen zegt, hè, uh, hoef je om te beginnen niet na te denken, uh, kun je misschien maximaal proberen om te, te doen alsof je tegen draads bent als ja, nominalistisch spel, maar eigenlijk ga je mee met de tijdgeest en hoef je niet na te denken. Minderheden vind ik interessant, want die moeten wel nadenken, omdat ze natuurlijk op heel veel kritiek gaan stoten. En dat hebben we bijvoorbeeld gehad. Het simpelste voorbeeld voor mij is het religieuze leven in Vlaanderen. Vroeger was iedereen zogezegd katholiek, maar het zat niet heel diep. Uh, en moest je verantwoorden wanneer je ongelovig was. Vandaag is iedereen zogezegd ongelovig, maar het zit niet heel diep. En moet je je verantwoorden wanneer je zegt dat je katholiek bent? In beide ja, dat, gevallen zijn de minderheden het interessantst. Ja, dat herken um, dat ik ook heel erg van mezelf. Mm -hmm. Dus daar ben ik ook mee gegaan met de tijdgeest. Terwijl ik mezelf echt religieus ervaar. Ja. Maar daar heb ik ook de makkelijke weg ja. toch gekozen... door het gewoon maar voor mezelf te houden. Ja. Maar daar ben ik niet trots op. Dus dat. Uh, nou dan komen we misschien ook bij geest. Toch? Ja, ja. Wat jij zegt. De ja. vader, de zoon en de geest. Wat is geest? Tja. De geest die ons inspireert. Als je het hebt over de drievuldigheid. Vader, zoon en geest. Is natuurlijk de geest de interessantste. Omdat hij de meest ongrijpbare is. Hè? Dat is uh, ook de werking doorheen de tijd. Van een. Van inspiratie die van goddelijke origine zou kunnen zijn, wie God ook is, en die ons blijft uh, bezielen en beroeren en ons ja, onrust en rust tegelijk geeft, denk ik. Uh, bijvoorbeeld de rust van de blijvende onrust. Ik denk dat dat bestaat. Dat we daar kunnen in geloven voor een stuk. Uh, ik denk ook dat. Uh Wat jij dus eigenlijk zegt, <laughs> hè, dat. dat wat misschien door gewoon puur door ouderdom mm -hmm. sleet geraakt, Ja, zou kunnen dat je dat inderdaad verliest. Ouderdom is een van de punten om dat soort illusies te verliezen, dat je daar een overschot van gelijk in hebt. En ik denk misschien ook een gevoel van onvrijheid. Ik denk dat wanneer je je angstiger voelt en meer met schuld wordt overladen op allerlei gebieden, is de neiging groter te kiezen voor het beheersbare. Dat bijvoorbeeld, een heel simpel ander voorbeeld, stel dat je ouder wordt en ja, je hebt een mooi huis met een tuin, met er allerlei wilde dieren in, uh, eekhoorns en katten en, en vogels, maar het huis wordt te groot. En je gaat, dan zeg je, ja, ik verkoop dat en ik trek mij terug in een kleinere flat. In feite, die kleinere flat doet veel minder dromen, maar in een periode dat je je minder goed voelt, is het een veilige haven? Maar wanneer je vrij bent en expansief, kunnen je de gekste vragen stellen, ook de spirituele. En ik denk, maar ik kan mij vergissen, ik kan het niet bewijzen. Ik denk dat mensen meer openstaan voor het religieuze in perioden van bloei dan in perioden van angst en neergang. En dat is wat contra-intuïtief voor sommigen, want vaak wordt gezegd, mensen geloven heel hard in. Als het oorlog is of zo, of als er besmettelijke ziekten, de pest of, of corona of whatever door, door het land waard. Maar ik denk dat dat een microvisie is. He. Ik denk de algemene mentaliteit in de samenleving is er een van expansie, alles is mogelijk en dan is ook het onmogelijke, ook het religieuze makkelijker mogelijk. En aan de andere kant in perioden van angst klamp je je vast aan je twee kamer en denk je hij brengt mij redding. Zo voel ik het wat aan. Ja, maar ik, ik heb zeg maar ook de jaren negentig en begin 2000, toch wel mijn vormende jaren, ook ervaren als een hele vrije, relaxte. Waar ja. veel mogelijk was. Kijk, ik heb opleiding gehad in de jaren tachtig, dat mm -hmm. was wel veel somberder. Vond je dat? Huh? Ik vond jaren tachtig nee, nee. wel. Nou ja, de jeugdwerkeloosheid was, ja, ja. jeugdwerkeloosheid was heel hoog. Dat was wel zo, zeker in het begin nog, Er werd in echt begin, wel gezegd van: ja. mijn broer was zeven jaar ouder. Weet je, was echt van, je gaat nooit een baan vinden. Het was, was toch gewoon wel wat somberder. De ja. muziek was natuurlijk echt heel goed. Um, ik heb het een hele leuke tijd gevonden hoor, maar ja. het was wel somberder. Ja. En dan de jaren negentig en, en begin van de, deze eeuw, toch een hele. Ja, er kon zoveel ja. um, en nu een soort, soort muizenklem ja. van waarin in één keer ja. iets zo absoluut wordt. Ja, o ook het idee van, van zelfbegrenzing. Dus ik, ik, ik geloof ook heel erg dat we onze vrijheid vaak verliezen door onze eigen schuld. Hè? Door een soort van implosie zoals het Romeinse Rijk ook geïmplodeerd is. Uh, maar wij leggen ons allerlei artificiële grenzen op. op het gebied van wat we nog kunnen zeggen en niet meer kunnen zeggen. waarbij we moraal en recht gaan uh, verwarren. Hè. Dus waarbij we willen verbieden wat niet leuk is of moreel niet goed. in het verbale steekspel. Dat vind ik een verzwakking. Maar je hebt dat ook op andere punten. dus allerlei maatregelen die we ons ook opleggen. bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, waar toch moet gekeken worden of dat in ieder geval altijd even proportioneel is of er geen andere mogelijkheden zijn, geen andere technologische uitwegen. Maar in al die gevallen is het wel ook een terugkrimpen. Is het inderdaad van het mooie huis met tuin overgaan naar de flat, vaak ook letterlijk, ook voor het klimaat, maar ook figuurlijk. We maken onze eigen wereld kleiner, minder vrij, door de beperkingen die we... Ja, en ook dat fascineert mij zo ja. om deze tijdgeest te ja. zien. Ja. We doen het zelf. We doen het zelf. En we vragen er eigenlijk misschien ja. ook wel om. Ja, ja. We vragen misschien ook wel een soort aan onze bestuurders: ja. maak ons minder vrij. Ja, dat, ik denk dat dat volkomen klopt. Want anders bleven die mensen niet langer onze bestuurders. Ja. En werden ze weggestemd. Maar waarom doen we dit? Ik zou het gewoon doen. Maar dat vind ik ook zo. Wij zijn niet enkel slachtoffer van de tijdgeest. Uh, wij maken hem zelf we mee. We maken hem zelf. Je zeep je tijd. He? Dat is wat ik ja. ook als vrouw. heb. Ja, dat, dat, ik dat, heb gevoeld ja. van in mijn tijd, geboren 65, ik mocht meedoen. Ja. Hoe te gek dat dat mocht van de tijdgeest. Ja. Tuurlijk moet je eigen kansen pakken, etcetera, maar het mag. Het ja. mocht. En dat we nu dus een tijdgeest met elkaar aan het maken die zijn, die is zo onvrij. Ja. Ik denk een van de oplossingen is, en ik probeer dat in debatten ook te zeggen, we moeten absoluut proberen ...een slecht mens te zijn. Ja, dat vind ik heel uh, verfrissend. Uh, ja, er, <laughs> <laughs> er zijn veel te veel goede mensen en ik vind die zelden leuk. Dus dat zijn meestal afgrijzelijke etters, uh, saaie moraalridders. En een van de grote problemen is volgens mij de grote vermenging die we vandaag hebben... ...tussen moraal en recht. En wat is het verschil tussen moraal en recht... Moraal is voor de goede mensen. Hoe kunnen de deugdzamer nog deugdzamer worden? Hoe kunnen we deze wereld nog akeliger maken door hem bij de perfectie te laten aanleunen? Allemaal beter, regeltjes ook. Nul slachtoffers, nul ja, verkeersslachtoffers. Nul slachtoffers, ook een normatief apparaat. Als de procedures zijn gevolgd, is alles goed. En dan de code van de aardigheid. Wanneer ben je een goed mens? Wanneer ben je aardig? Als je dat en dat en dat doet, verschrikkelijk. Dat is het morele dat dan soms wordt weerspiegeld vandaag in het recht. Terwijl recht en moraal hebben wel enig verband, maar zal het ook strak... Kan je daar een voorbeeld van voor ja. geven? Wel, bijvoorbeeld stel dat ik vandaag hier nu tegenover jou een heel zware seksistische opmerking zou maken. Ik ga dat niet doen omdat ik ook na vandaag nog een leven wil hebben. Anders zou ik niet aarzelen, natuurlijk. Maar stel dat hij dat zou doen. Want je bent een slecht mens. Ja, stel dat hij dat zou doen. Ja, maar zou dat misschien verboden worden? Zou je een klacht tegen mij kunnen indienen? Zou er een procedure tegen mij kunnen begonnen worden? Uh, met allerlei consequenties. Mijn werkgever zou mij kunnen ontslaan en al dat soort dingen. Nu, ik denk dat die rare dingen, die seksistische opmerking bijvoorbeeld, moet kunnen blijven maken tenzij je aanzet tot geweld. Dat is iets anders. En dat is het verschil tussen moraal. Moreel gezien is het heel fout om die opmerking te maken. Moraal is voor goede mensen. Maar juridisch moet dat, wat mij betreft, kunnen, omdat rechter niet enkel is voor goede mensen. Maar ook voor slechte mensen. Dat was ook altijd zo. Wij ja. kwamen op voor de slachtoffers, ja. zeker in Nederland. Maar ook voor onleuke daders. Ja, je moest ook, iemand ja. een tweede kans geven. Ja. ja, Denk aan Hoefnagels, Hulsman, allerlei criminologen. die, die het, uh, Herman Bianchi. die het opnamen uh, voor tuig van de uh, richel van allerlei pluimage. en die een tweede, een derde en vierde kans gaven. Vandaag is de minste fout uh, voor om afgeschreven. Te worden. En dat is eigenlijk heel tragisch. En in die zin moeten we echt een pleidooi voor slechtheid durven houden. Laten we slechte mensen moeten zich elkaar verenigen tegen de onuitstaanbare druk van de goedheid die ons dreigt te versmachten. Is dat, ook, uh, is, is dat dan ook zoiets als wat je bij taboe. Ja, natuurlijk. Uh, we moeten goed zijn. En, en, en ik, heb altijd, ik moet zeggen, ik heb altijd een hekel gehad aan moraal. Ook als religieus persoon. Uh, vaak wordt ook religie met regeltjes uh, vereenzelvigd. Ja. En, en de katholieke kerk, bijvoorbeeld, heeft alles gedaan om daar een bijdrage ja. toe te leveren. En In mijn jeugd, eerst was dat seksualiteit. Daarna was ik als kind van dertien of zo schuldig aan honger in, in, in Biafra en zo, uh, volgens mijn godsdienstleraar. Uh, altijd moraal, moraal, moraal. Terwijl religie is openheid voor het transcendente: het mysterie dat ons overstijgt en tegelijk voeden ja, en inspireert. En laat ik, die moraal er... weg, voorlopig. <laughs> God is liefde. Ja. En voelt veel aan, maar laat mensen falen en ook wat. Precies minder goed ook zijn. in zijn falen, mag ja, dat? Absoluut. En wat mij altijd opvalt, ik heb uh, steeds goede contacten met mensen uh, die zoveel gebreken hebben dat ze er niet meer in slagen ze te verstoppen, mochten ze het proberen. Maar mensen. Van wie de goedheid afspat, daar is het niet prettig leven mee. De, de, dat merk ik bijvoorbeeld. In, in Vlaanderen hebben wij een ongelooflijk. Uh Benepen kwaliteitspers op dit ogenblik. Uh, Daar uh, 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 ja, oh. wel, ja, in nou, Nederland. Jij vindt het iets beter hier, hè? Maar... Ik, ik vind het iets minder <laughs> okay. erg in Nederland, maar het is inderdaad wel waar kwaliteitskranten buigen naar elkaar toe. En die verschillen, ook in Nederland, zijn niet zo groot. Nee. Hè? Uh, bij ons ook niet tussen de standaard. Voorheen een en wat meer ja, centrumrechtse katholieke krant en de morgen altijd links geweest. Nu zijn ze eigenlijk allebei sentimenteel groen links, zo ja. zou je het kunnen noemen. En ik ik vind dat niet leuk. Nee. Vind, sentimenteel vind ik niet leuk, want dat doet geen recht aan echte gevoelens. Hè. Er is een verschil tussen sentimentaliteit en echt sentiment. En groen, uh, daar ben ik enorm een voorstander van. Maar toevallig wonen de meeste mensen die groen stemmen in de steden en kunnen geen beuk van een eik onderscheiden. En uh, ja, links vind ik wat te treurig om een monopolie te hebben. En, en dan denk ik, laten we dat opentrekken, laat honderd bloemen bloeien, zegt de Mao toen. Uh, en laten we ook mensen die raar denken een kans geven laat die ook op een middenplein komen waar iedereen vrij mag spreken zonder meteen te worden gekapiteld als een halve crimineel omdat je wat rare gedachten hebt ik moet nog even, doordat je dat zo zegt aan die Apple reclame denken ik weet niet, weet niet de wat... welke is dat ja? ja dat is, pooh, die is volgens mij ook van de jaren negentig van Think Different ja, ja, ja ja, maar je mag, dat vind ik typisch, dat is inderdaad, als je dat vandaag zou zeggen, die slogan zou mogen, mogen maar je mag het niet doen. Hè? Zoals bijvoorbeeld het, het concept superdiverse samenleving, uh, dat mag alleen als iedereen op dezelfde manier superdivers is. Hè? Dus je hebt, de, het, 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 het begrip hè, wordt tegensproken door de interpretatie ervan. Think differently, doe het maar eens. Maar je mag het wel zeggen. Ik ken heel veel mensen die van zichzelf zeggen, eigenlijk ben ik tegendraads. Dan denk ik, maar je bent dat helemaal niet. Je leeft volkomen burgerlijk, je volgt alle neigingen van de huidige culturele meerderheid. Uh, je, je hebt vliegschaamte, je eet alleen nog uh, wormen en, en niks anders meer. En je wil aan een opleggen. Dus je bent helemaal niet tegendraads. Je bent een lakei van het heersende denken... En typisch aan het heersende denken is dat je denkt dat je tegen de raad bent terwijl je de mainstream volgt. Nou toch ik, ik vind dit een geweldige afsluitzin. <laughs> <laughs> dit is heel mooi samengevat. <laughs> maar, uh, nou ja, hoe moet ik het noemen? Ik, ik ervaar de tijd toch ook, tijdgeest, als heel verwarrend, mm -hmm. heel gecodeerd. Maar wel leuk dat we nu mogen leven, want anders waren we al overleden of nog niet geboren. Ja. Ja, Misschien kunnen we ooit nog tijdreizen. Wie weet? Jij kan dat voorspellen, toch op een afstand van nee, nee, twee jaar. Nee, nee, nee ik, ik kan dat zeker niet voorspellen. Maar ja. ik denk dat we toch een soort bescheidenheid naar de tijd zeker. en een bescheidenheid naar de geest. En ondertussen blijven we toch optimistisch en geloven in ja. de schoonheid van het ondermaanse bestaan. Ja, zeker. Dank. Bedankt. Beste kijker. Als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.